Leon, een vertrek bij Excelsior. Beide partijen zijn dat vandaag overeengekomen. Maar ja, dat hoeft niet te betekenen dat jij er niet door aangedaan bent. Is dat het geval? Ja, het is nooit leuk als je ergens voor kiest en in een contractperiode om te gaan samenwerken. Maar goed, vanmorgen hebben we bij elkaar gezeten en goed overleg gehad. Nou, dat blijkt nog altijd een verschil van inzicht te zijn in het te voeren technisch beleid. Nou, dat kan en dat gesprek was goed, maar dan moet je op een gegeven moment ook als volwassen mensen elkaar de hand geven en zeggen dat je niet dan niet met elkaar moet samenwerken. Ja, want dat is eigenlijk, volgens mij kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat de hoofdoorzaak is waar het een kleine maand geleden ook over ging. Ja, onder andere dat spelersbudget waar verandering in zijn aangebracht. Ja, er is al heel veel over geschreven, maar we hebben na het overleg van vanmorgen met de voorzitter, met Ferry, hebben we afgesproken om daar inhoudelijk gezien niet verder op in te gaan. En dat doe ik dus bij deze ook niet met elkaar gaan houden. Ja. Maar er zal wel een stuk van teleurstelling bij jou in zitten, toch? Ja, wat ik net al zei, het is natuurlijk, ik heb niet voor niks teruggegaan naar Excelsior. Die club kende ik goed en voor twee jaar getekend. Nou, als je dan de samenwerking beëindigt met elkaar. Ja, dat is altijd teleurstellend. Dat mogen duidelijk zijn. Er zijn geen winnaars. Maar aan de andere kant moet je ook gewoon eerlijk naar elkaar zijn. En elkaar gewoon als grote mensen aan tafel uitspreken van wat je vindt. En dat hebben we gedaan. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het ook een lastig besluit is, omdat je eigenlijk ervoor kiest om de onzekerheid van het trainersbestaan weer in te gaan. Dat je niet weet wat de toekomst brengt. Ja, ik ben zo niet. Ik denk zo niet. Je hebt een bepaald idee van wat je wil en vervolgens, als daar een verschil van inzicht in zit, dan neem je op basis van hetgeen wat je nu doet, neem je daar een beslissing. En, ik ben niet iemand die dat soort dingen af gaat lopen wegen om hetgene wat ik nu doe. Strookten de ambities van de club misschien niet meer met de ambities van de trainer Leon Vlemmings, want dat gevoel kreeg ik wel eens als ik die interviews met jullie tegen elkaar afzette. Ja, dan ga ik toch in weer op de redenen van waar we vanmorgen goed hebben over gesproken, dat we daar niet op ingaan. Gewoon een verschil van inzicht. En dat is jammer, maar wel heel eerlijk naar elkaar toe. Dan moet je stoppen met samenwerken. Heb je voor jezelf richting de toekomst wel zoiets van, hè, je op een bepaald niveau in het Nederlandse voetbal, dat je dat dan misschien niet meer wil, omdat je daar sneller tegen dit soort grenzen aan kan lopen? Nee, ja, ik zit natuurlijk al vanaf mijn 21ste ben ik al trainer-coach. Dus ik zit al een tijdje in dit mooie vak. Dus elke club is wel anders, elke club heeft daarin zijn eigen ambitie. Dus de ene is niet met de ander te vergelijken, zullen we het zien. Wat gaat de toekomst jou nu brengen? Wat wil jij zelf? Spelen er misschien al dingen, als dat op zo'n korte termijn überhaupt al kan? Ja, dat is veel te vroeg voor. Vandaag na het overleg hebben we een streep onder gezet met elkaar. Het is nu nog te vroeg om daar al iets van te vinden of al te weten. Gaat er wel een moment komen dat jij toch verder naar buiten komt over hoe het nu gelopen is? Wat nou exact die oorzaak van die breuk is? Of wordt dit een geheim dat iedereen meeneemt het graf in? Nou, dat is heel zwaar. Nee, ja. Ik wil me gewoon inderdaad houden aan hetgeen wat we hebben afgesproken in het overleg. Dat was gewoon een goed overleg met volwassen mensen aan tafel die het niet eens zijn. Nou, en dan moet je ook niet zeg maar naar buiten treden met informatie die niet op straat hoort te liggen.